Goedemorgen, het is weer zondag en we zijn allemaal ziek, zwak en misselijk. Ja, gewoon op lopen kotsen vannacht. Arme jongen, jezus. Ik heb ook echt de hele nacht te bang gelegen gewoon. En daar ligt hij nu nog. Dus ik ga het even gauw zelf een medicijntje nemen en dan even gaan boodschapjes doen. Dan ga ik lekker mijn mannetje vertroetelen. Dus... opgemaakt, haar gedaan, wat hadden we gedaan kon worden tenminste, en het is mooi wit buiten. What the fuck zeg. Ik ben zo blij als dat weg is dadelijk. Oh, ben ik echt blij om als dat weg is. Het is wel leuk om te zien, maar zo niet mijn ding. Maar goed, ik ga het even gauw doen, want ik ga naar mijn mannetje. Ik sta weer met mijn jas aan, want ik ga het even naar toko. Met mij. Met haar. Ron ligt op bed. Die is echt doodziek. Die blijft spugen. Dus ja, dat is even kut. Dus ik ga het even gaan naar toko en even kijken of Kruis het open is. En dan slaapt hij. Ja. En dan ga ik de keuken in. En dan gaan we lekker tuffen. Ik hoop dat die blijft zitten. Nou, anders flikkeren jullie de auto heen. Oh, dus vooruit, met achteruit. Moet daar weer een beetje met de auto rijden. Ja, ik heb af en toe vergeet gas te geven of zo. Ah, nee. Dus. Oh, sneeuw is bijna weg, gelukkig. Dat scheelt. Want daar ben ik echt niet kapot van. Sneeuw. En van de week wordt het weer 11 graden als het goed is. Dus kom op met die lente. Dat vind ik een stuk aangenamer. Ja. Klote als je vent ziek is. Ik vind het echt heel sneu voor hem. Nou, je weet, zieke mannen, die zien het licht. Die gaan gelijk dood en zo. Oh. Ja, het is echt zielig. Maar ja. Hij is heel verstandig lekker naar bed gegaan. En dat is echt gewoon, nu moet je met rust laten. Dan gaat hij slapen. Dus we laten hem ook maar gewoon lekker met rust. Ja. Kom Nio naar de toko? Ja. Yes. Nio komt ook weer naar huis, want die ADO-spelers die kwamen pas op 2 uur ineens. Nou, dat snap ik ook wel, dat je daar niet 2 uur gaat zitten wachten voor de katskut. Dus die zou naar de toko toe komen. Hier is nog aardig wit. Ah, die heuvel, jongen, als kikker. Jullie kunnen de heuvel nou niet zien, maar we hebben hier een hele grote heuvel. Natuurlijk nog niet zo achterlijk ziek was. Gingen we daar met een sleetje met de kinderen vanaf. Ja, we hebben een leuk geleven, man. Jezus, je gaat echt met een pleurisgang ga je eraf. Maar het is wel link, want je zit wel gelijk op de weg. Dus je schiet zo de weg over. Dus, maar goed, het was een hele lange rit, maar we zijn al bij de toko. Dus. Wachten. En dan weer net zoals altijd. Lopen niet. Madra. Ah. Dam loopt alleen. Sterft je af, jongen. Wat een wouws. Ben je ook echt weer stans, hè? Yeah? Turk even, man. Huh? Turk even.
Shoplog. Lipbalm van de Hema. En twee lakjes weer bij het kruidvat. Nice. En we zijn bezig aan de Rocky. Ik heb mij alleen. En Ronald nog steeds niet binnen. Helaas. Zo, ondertussen is het 3:00. 3:10 om precies te zijn. Spuit 11 geeft ook antwoord. Ronald is nog steeds op beurt. Ik ga hem ook zo steeds kutter voelen, geloof ik. Wow. Maar goed, eten staat op. Dus ik ga het zo voor het eten met de meiden. En dan ga ik mijn was doen. Het zonnetje schijnt. Puber in de house. Oh, ik wist niet dat we mijn film hadden. Oh. Ik heb ook geen leven voor. Weet je wel, ik moet van Joey Brassel kijken. Maar omdat de rest pas dadelijk naar buiten komt. Maar blijft het zelf zeg, ik heb ook geen leven en zit daar om Johnny Bravo te kijken. Joey Bravo. Oh, Joey Bravo. Hoe de fuck is Joey Bravo? Dit zijn filmpjes die ik was altijd kijken. Ugh. Met Lindsay Bravo, zo'n Femke Louise. En dan loop je op mij te zeiken dat ik Enzo Knol leuk vind. Ja, maar Enzo Knol is ouderwets. Enzo Knol is helemaal niet ouderwets. Jawel. Enzo, je bent niet ouderwets. Je bent ook niet kinderachtig. Nee, de Johnny Bravo is lekker volwassen. Ja. Hij is grappig en dom. Geen discussie meer mogelijk. Wat is voor mij? Niks. Dacht ik al. Het ziet eruit, joh. Muppet. Rasjes boven. Het is ras aan het doen. Geen vleugel. Volgens mij was wat misgeloofd er iets met haar lieve te doen. Ligt nou weer mijn ding is open. Kijk, ik had een blaaier tussen mijn handen. Zie je hem? Ja. Elke keer gaat hij open, tering. En ik heb zo'n hekel aan pleisters op mijn handen. Dus ik zit elke keer. Houd nou eens even je mond. Ik ga oppraten. Trek nooit de bek open. En nou ben ik even een stukje aan het vloggen. En dan gaat ze doorheen lopen. Blé, blé, blé. Ja, ik heb een hekel aan mijn handen. Joh. Ik hoor een lama schijten. Jij ook? Jij bent ook je eigen. En ik heb ook niet met stront helemaal gerammeld. Dus even je mond houden. Ik kan het ook weer naar buiten komen. Nee, je zit binnen even een uurtje, want je hebt een attitude. Nee, dadelijk. Ja, nee, je hebt een attitude. Klaar. Kijk, mama treedt op. Ik zet op pas dus, eten. Maar goed, elke keer worden die pleisters nat op je klauwen. Dat schiet niet op. Dus, ik moest met de blauwe plek op mijn hand eigenlijk. Even kijken. Maar die is wel aardig weg. Kijk, en dan ga ik bij de livestream van Sander kijken. Nog interessanter. Dus, ja, ik heb niet veel te vloggen vandaag. Ja, ik kan Ron en zijn Emma vloggen, maar ik denk niet dat je daar vrolijk van wordt. Dus. Ja. Lekker weekend. Ja, het zonnetje schijnt. De sneeuw is weg. Hoi. Ik zit bij de livestream van mijn neef te kijken. Alleen die is fucking grappig. Kansloos. Lekker maar kansloos. Maar goed, ik ga het tafel dekken. Ja. Ik moet verder wat vertellen. We gaan gewoon even helemaal los. Warm chocolade aan de slag, gewoon. Doe gek. Nee? Zo, het is 6:30. Ik heb mijn bed opgemaakt. Meestal droom dat, maar dat gaat hem niet worden. Maar dat vergt even dubbel op energie. Dus, maar goed, het is 6:30. Ik ga het me uitkleden en een warme douche nemen. En echt fingers crossed dat ik niet zo ziek word. Ik voel me echt helemaal fucked up, maar... Nou, we niet ziek worden. Daar heb ik echt geen tijd voor. Dus... Het vlogje afsluiten. Bedankt voor het kijken. Een duimpje omhoog als je het leuk vond. Kopje klik als je wil abonneren. Vinden we leuk. En ik zie jullie volgende week weer. Hey, doei doei.